Ik zweer, of ik beloof, dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Mag ik als eerste horen van wethouder Van Mierlo. Zo waarlijk helpt mij God Almachtig. Nou ja, het vergt natuurlijk wel wat van je. Nog even los van het verhaal dat het een job is dat zich niet beperkt tot 40 uur. Gaat het natuurlijk ook om inhoud. Nou, ik ben een dossiervreter, kan ik zeggen. En ben niet geheel nieuw in de politiek. Dus naast mijn raadslidmaatschap had ik vooral ook voor de brandweer. Een baan waarbij ik veel op het vlak van politiek, ministeries, beleid aan het werk was. En ja, dus die wereld die trekt mij aan. En jullie weten natuurlijk ook ongetwijfeld dat ik de afgelopen periode mij ook heb gekandideerd voor de Tweede Kamer. Dus ja, het politiek en het hele bestuurlijke gebeuren, dat zit in mijn bloed. En dat gaat waar het niet gaan kan. Het oude Maathuis. Dat verklaar een beloving. Dus we kunnen met goede moed van start en lekker aan de slag in de functie als wethouder. En natuurlijk met de nodige opgaven waar Almelo voor staat en de kansen en de ambities die wij als nieuw college met elkaar hebben. En vindt u dat u in een goede ploeg terechtkomt? Jazeker. Als je kijkt naar mijn collega's, dan zie je een mix van ervaring en vernieuwing. Collega Van Mierlo heeft vier jaar een raadsperiode met mij in de raad gezeten. Dus ik ken hem vanuit die kant. Alex Lange is wethouder van de ChristenUnie. Al 2 jaar wethouder van Financiën hier. Daarvoor wethouder uit in Assen. Dus een behoorlijke bestuurlijke ervaring die hij heeft. En dan hebben we Jan-Martin Verrees van de lokaal Almelo Samen fractie. Ja, en dat is ook een bestuurder. Eerst Haaksbergen, toen Lossen en dan komt hij gelukkig naar Almelo. Man met veel kennis en kunde. Dus als je kijkt naar het hele palet vanuit de wethoudersploeg, dan staat er een mix van nieuw en jong. En wat oudere ervaren personen. Dus dat is helemaal, ik denk, een goede mix voor de stad. Wethouder Van Rees. Dat verklaar en beloof. Nou, ik heb gesolliciteerd op de vacature van Lars. En die hebben mij uitgenodigd. En we hebben een aantal gesprekken met elkaar gevoerd. En ze hebben besloten met mij in zee te gaan. Ja, ik heb de portefeuille volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, plattelandsontwikkeling, middenstand, binnenstad, kunst en cultuur, stadsbeheer en openbare ruimtes. Ik heb in Enschede 6 jaar in de raad gezeten. Ik ben partijvoorzitter geweest in Enschede. Ik heb 3 jaar ervaring als wethouder in de gemeente Haaksbergen en 4 jaar ervaring als wethouder in de gemeente Lossen. Ja, Lars was op zoek naar een ervaren wethouder die hun kon helpen om het wethouderschap voor hun in te vullen. En ik denk dat ik met mijn kennis en ervaring dat heel goed zou kunnen. Dank u wel. Dan wil ik graag de eerste zijn om u te feliciteren. Dat doe ik heel erg graag.